Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, ik zat natuurlijk al heel lang in verdieren. En toen ik op een gegeven moment ook met 144 en de dierenpolitie, dat konden de mensen nog allemaal heel veel sympathie voor opbrengen. Maar toen ik ooit een keer over bijen begon, 8 jaar geleden hier in de Kamer, toen hebben mensen mij voor gek verklaard, inclusief familieleden en vrienden van mij. Maar voor de niet onwetende onder ons, de bijen staan aan het begin van onze voedselketen. En zonder bijen is het gedaan. En er kan er zelfs een wereldwijd voedselprobleem ontstaan. Dat is gewoon ook nu inmiddels door wetenschappers is het ook gewoon aangetoond dat dat gaat gebeuren. Maar ook de bij is ook medicinaal gezien onmisbaar. Reumapatiënten, het sputen van bijen, de honing. Er zijn echt, ik heb zo'n dik boek thuis liggen, echt 1000 pagina's over de medicinale werking van honing. De pro- en prebiotische werking van honing. Antibiotische werking van honing. Brandwondencentra hebben ermee gewerkt, noem maar allemaal op. In 2002... is Roundup, waar het nu ook over gaat, op de Europese en Nederlandse markt toegelaten. En de PVV heeft ook toen direct een motie gesteund om dat middel uit de markt te halen. En dat betreft motie 32372, nummer 65 voor de handelingen, mevrouw de voorzitter. En die toelating was natuurlijk ook gebaseerd op studies die door velen als niet onafhankelijk worden bestempeld of zelfs niet openbaar zijn gemaakt. En uit recent onderzoek is gebleken wat allemaal van narigheid kan veroorzaken. Tot en met geboorteafwijkingen, hormoonverstorende effecten, dode reptielen, amfibieën, bodemschade, noem maar op. Maar ook de Maya's en de Willys, want de staatssecretaris en ik zijn samen van het tijdperk van Maya erbij nog. En ik weet dat de staatssecretaris ook grote fan was van Maya erbij en ook van Willy, het hommeltje wat er altijd bij was. En we hebben, de staatssecretaris heeft mij beloofd ook een aantal jaar geleden dat ze ook inderdaad voor andere bestuivers acties ondernemen. Dat is ook gebeurd. Daar wil ik haar ook voor danken. En ik hoop ook dat ze daarmee doorgaat. Ik heb ook alternatieven aangedragen voor chemische onkruidbestrijding. Ik heb gezegd, je kan dat doen door middel van stoom. En ik heb met gemeente contact gezocht, waar bleek dat stoom niet alleen effectiever, maar ook goedkoper is. Dus waarom doen we dat niet? Voorts heb ik de staatssecretaris mensen aangedragen van de niet-chemische onkruidbestrijding, NCO. En daar wil ik ook graag vragen, hoe staat dat ermee? Want in ieder geval de staatssecretaris zou vanuit haar ministerie contact op laten nemen met de contactpersoon die ik destijds gegeven heb. En hoe staat dat ermee? En mogelijk is een motie Graus die ik heb ingediend, verzoekt de regering te onderzoeken welke chemische middelen wel mogelijk kunnen worden vervangen door niet-chemische varianten, en gaat over tot de orde van de dag, hoe het daarmee staat. Wordt er iets gedaan met mijn motie, met mijn verzoeken? En dat had ik graag een reactie op gehad. Nou, in die bepaalde gewasbeschermingsmiddelen zit ook neonicotinoïden. Nou, ik ben blij dat ik het in één keer kan uitspreken, maar voor de voorzitter, soms struikel ik erover. En dat gebruik treft ook de zweefvliegen, ook onmisbare bestuivers als hommels en bijen, waar we het net over gehad hebben. En die sterven op grote schaal. Toen ik de bijen sterfde op de agenda heb gezet, en dat was in het begin de samen Lusker Jacobi van de PvdA. Er wordt altijd gezegd, ja, de PVV roept maar altijd wat, maar ze komen niet met oplossingen. Jawel, en wat heb ik gedaan? Ik heb gezorgd dat op overheidsgebouwen bijenkasten werden geplaatst, omdat ze daar minder last hadden van bepaalde stralingen, en ook insecticiden, pesticiden, noem maar, op. En dat is ook een groot succes geworden. We hebben hier de eerste bijenkast op een overheidsgebouw. We waren Frankrijk voor, mevrouw de voorzitter. De eerste parlementaire bijenkast staat hier in de tuin. En de koningin, die droeg een deel van mijn naam, Dionysia Lemerantia. En we plaatsten 2000 bijen. En het werden er in een mum van tijd tienduizenden. Zoveel dat ze zelfs bijenvolken ze moeten gaan verplaatsen. Jammer dat we niks met de honing mogen doen trouwens. Want dat mag wel niet commercieel benut worden. Ze mogen hier niet eens onze eigen honing eten in de ledenrefter, zoals ik dat altijd noem. Maar ik wil de staatssecretaris danken. Want zij heeft toen ook als tweede meteen op het ministerie van EZ een bijenkast laten plaatsen. Waar ook de bijen heel goed gedijen. En daarna zijn banken gevolgd. Maar ook bijvoorbeeld Heineken. Heineken gaat binnenkort een van de Heineken Nederland van het bier. Die gaan binnenkort een van de mooiste en grootste bijentuinen van Nederland openen. En daar moeten we allemaal een voorbeeld aan nemen. En daar blijkt ook dat de bijen daar wel gedijen. En iedereen werkt ermee. Banken, grote multinationals, noem maar, op. Het plan werkt. Maar nu het wat beter gaat, moeten we niet laten afzakken, mevrouw de voorzitter. Dus ik wil weten, wat blijft de staatssecretaris doen om te zorgen dat onze voedselzekerheid, los van mijn liefde voor bijen, maar ook de voedselzekerheid van mensen en de medicinale werking naar zieke mensen en kinderen toe, wat gaat de staatssecretaris doen om dat allemaal te beschermen? En wat gaat de staatssecretaris ook doen? En dat werd inderdaad door mevrouw Lodders terecht aangehaald. Dat moet natuurlijk wel een gelijk speelveld zijn binnen de Europese Unie. Kijk, wij hebben er sowieso niet zoveel mee, maar wel, er is wel een interne markt waar we nou wel ook voor zijn.
Dat was ook de bedoeling onder de EEG. En er moet wel een soort gelijk speelveld zijn. Dus en de staatssecretaris kan invloed uitoefenen op andere Europese landen. En daarom wil ik ook zo vlug mogelijk actie en beloofde versnelde afbouw. Ook van die neonicotinoïden. En dat de staatssecretaris zich daar hard voor blijft maken. En ik laat het hier voorlopig even bij me voor de voorzitter. Fijne dag verder. Dank u wel, meneer Graus.